En verschillende restaurants en fastfoodzaken hebben besloten om vanaf vandaag weer diensten te leveren aan de samenleving. Een van de maatregelen van de total lockdown is dat al deze zaken gesloten moesten worden. Enkele restauranthouders hebben aangegeven dat volgens een schema van COVID-19 risicolevels restaurants op de laatste plaats van de risicogroepen staan. Daarom zijn sommige restaurants begonnen met de delivery- en afhaaldiensten en ook drive-thru's. We namen een kijkje bij een van de drive-thru's waar het een drukte van belang was. Kijkers, vandaag is dus precies 2 weken geleden dat er een total lockdown is aangekondigd. Hetgeen dus betekent dat mensen vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur de volgende dag niet op straat mochten of moeten zijn. Een van de maatregelen was ook dat alle restaurants, drive-thru's, eethuisjes allemaal hun deuren moesten sluiten. We hebben eigenlijk vandaag berichten ontvangen, al zouden vele restaurants ertoe over zijn gegaan om vandaag weer hun deuren te openen. We staan hier bij Burger King Latour of Toekomstweg en we zien een hele file, een lange rij mensen die allemaal hier in de rij staan om een portie eten te kopen. We gaan kijken of het lukt om met enkele van deze mensen te praten. De restaurants hebben besloten om weer open te gaan. Vind je het goed? Ja, het werd tijd, want ik wacht al weken om fastfood te eten. Dus ik kom. Je miste het? Ja, ik miste het. Maar wat vind je van de maatregelen in zaken COVID-19? Okay, dat telt sowieso mee. Corona is er nog, lockdown is nog steeds gaande. Dus ik vind het een beetje raar hoe het open is gegaan. Ja. Maar ik persoonlijk span niet zoveel erop, want ik ben blij dat ik kan komen eten eindelijk. Mm-hmm. Wat er gebeurt na dit is niet echt. Jou gaat het om het eten. Ja. Oké. Maar sowieso kon het sowieso langer wachten voordat het overging. Ik ben blij. Ja, ik sta wel al bijna een uur of zo. Al bijna een uur? Je wil echt fastfood eten. Ja, vandaag is de enige dag daarom. En je mag op straat zijn vandaag? Ja, ik mag op straat zijn vandaag. Ik zal niet vragen naar je familie. Maar ben je blij dat die fastfood restaurants nu open gaan? Ja, ik kom niet zo vaak fastfood, maar ik lust de BK. Dus ja, ik ben blij. Wat vind je van de maatregelen van COVID-19? Ze zijn nodig. Als we allemaal ons aan die regels houden, is de situatie sneller voorbij. Dus dan kunnen we terug gaan naar ons normaal leven. Dus ja. Het is een lockdown. Heb je de straat gezien? Ja, ik had het niet verwacht. Ik ben altijd niet uit mijn huis geweest. Vandaag is na lange tijd ben ik weer eruit. Mm-hmm, dus wat zeg je dan tegen de mensen? Als je niet op straat hoeft te zijn, moet je liever niet eruit gaan. Dat is voor je eigen veiligheid. Mevrouw, hoe lang staat u in de rij? Ik heb niet naar de tijd gekeken. Misschien een half uurtje zo. Wow. En u heeft het er voor over? Ja, ik heb het lang niet gegeten en ik lust het. Maar mag u vandaag op straat? No comment. Ik heb het begrepen. Maar wat vindt u ervan dat die restaurants nu open gaan? Ik vind het wel een goed idee. Ik vind dit goed. Het is iets veiliger dan gewoon in de winkel gaan. Dus ja, ik vind het wel een goed idee. Okay. Maar u houdt zich wel over het algemeen aan de maatregelen? Ik ben heel erg bang voor COVID, dus ik hou me wel aan de maatregelen. Ja. Ik zou zeggen smakelijk. Dank u wel. Dat was dus een reactie van een vrouw die niet in beeld wilde verschijnen. We namen ook een kijkje bij andere restaurants. Die waren wel open, maar waren niet druk. Deze Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost om een reactie gevraagd. Benadrukt dat de restauranthouders geen toestemming hebben om open te gaan. Hij heeft hun een brief geschreven waarin hij vraagt hun eet- en drinkgelagen voor alsnog gesloten te houden. In het schrijven geeft Daisy Nerkus aan te begrijpen dat de lockdown bezorgdheid met zich meebrengt. Echter vraagt hij de vergunninghouders van de eet- en drinkinrichtingen belief te wachten op de evaluatie van het Nationaal COVID Management Team. Nerkus vindt het jammer dat er geen gevolg is gegeven aan zijn verzoek. Hij laat zaken nu over aan de verantwoordelijkheid van degenen die toch hun deuren hebben geopend.